waarom een Groenoord zomerfeest? Omdat Groenoord een hele leuke, mooie, lieve, groenige wijk is. En daar hoort feest bij. En daar hoort feest bij. Het is allemaal begonnen in de tijd dat hier met de herstructurering aan de slag gegaan werd. Dat was toen bedoeld om? Ja, om alles weer opnieuw te vernieuwen. Maar ook om het leefbaarder te maken en de sociale cohesie weer terug te krijgen. En dat is gelukt? Grotendeels wel. En daar brengt een feest als dit natuurlijk een enorme bijdrage aan mee. En vandaar ook dat het al voor de zesde keer wordt georganiseerd. Het wordt inderdaad voor de zesde keer. Eigenlijk is het zevende keer, maar de allereerste keer is het eigenlijk georganiseerd door de gemeente, door de wooncorporatie en door een organisatiebureau. En vanaf de tweede jaar dan is het echt georganiseerd door bewoners voor bewoners. De herstructurering is nu zo'n beetje afgerond. Er wordt nog her en der wat gebouwd in Groenoord. Is dan zo'n feest nog nodig? Tuurlijk is dat nodig, want er komen natuurlijk doordat er nieuwe huizen komen ook weer nieuwe mensen. En die willen er ook allemaal bij betrekken, zodat je één wijk wordt. En dat lukt ook? Dat lukt, maar het kan nog beter. En daar, zoals ik al eerder zei, daar wil ik dan toch door middel van een feest of door activiteiten, om dat nog meer bij elkaar te brengen. En de gemeente en WoonPlus doen er ook aan mee? De gemeente wel, WoonPlus helaas niet. Maar misschien in de toekomst dat er toch weer wat veranderingen bij WoonPlus komt. We vinden het jammer, maar op dit moment houden ze zich een beetje op de achtergrond. Dus de corporatie is niet meer zo betrokken bij de wijk? Nee, jammer genoeg niet. We proberen het wel, maar dat wil nog niet echt lukken. Maar desondanks wordt het vast een prachtig feest. Nou, ik vind het nu al een feest en het duurt nog een paar uur, dus het kan voor mij niet mooier worden. Ik ben helemaal top, ik ben helemaal blij.